Ja, trainer André Koster op de valreep 1-1 tegen AA Gent. Ik kan me inbeelden dat de ontgoocheling heel groot is. Ja, dat lijkt me logisch. Als je zo dichtbij bent en je moet in de eindfase nog een doelpunt slikken, ja, dan is dat heel zuur. Terwijl je zo'n tweede helft zo dominant speelt en heel veel kansen creëert. En ik moet zeggen, wel een uitstekende Jurkasovic op de goal staat bij AA Gent. Maar dan hebben we toch de mogelijkheid om het definitief naar ons toe te trekken. En maak je er maar eentje, dan is het nog eentje erbij. Dan is het gespeeld. En speelt de agent alles of niets. En ik moet zeggen, ze spelen ons goed uit positie. En dat mag normaal gesproken niet gebeuren, maar dat kan natuurlijk altijd. Hè. Je ziet het en het levert meteen een doelpunt op. Ja, vertel eens, wat gebeurde er precies bij dat doelpunt? Nou, ik denk dat ze goede bewegingen pakten, goed van positiewisselingen, speler die diep gaat, waardoor andere mensen weer moeten knijpen. En dat is logisch, want je reageert op de situaties die ontstaan. En daardoor spelen ze ons goed uit positie en valt het doelpunt. Club Brugge was overduidelijk de best voetballende ploeg, maar dat hebben we eigenlijk niet kunnen verzilveren in doelpunten. Dat heb je goed gezien. Wat scheelde er precies? Waar zat het fout? Je moet de doelpunten maken. Dus dat lijkt me duidelijk. En dat hebben we niet gedaan. En ik heb al aangegeven, soms vallen de doelpunten soms heel makkelijk. En nu creëren er heel veel. En gaan ze er niet in, omdat je ook een hele goede keeper tegenover je hebt staan. Maar dat is voetbal, hè. Soms krijg je niet wat je verdient. Ja, en nu, we staan op een aantal punten nu toch alweer van Anderlecht. Is de titel verder weg nu? Is hij ver weg? Ja, het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker, hè. Dat is wel de realiteit. Het is een wereld van verschil of je op 6 punten staat en Anderlecht nog thuis krijgt. Ja, dat... Maar ik heb het zelf ook al aangegeven. We moeten onszelf niet rijk rekenen, ook niet arm rekenen. We staan op 8 punten. We zijn weer een wedstrijd... Er is weer een wedstrijd meer gespeeld, dus het wordt wel steeds moeilijker, dat is duidelijk. Maak kans op een exclusief VIP-arrangement voor twee personen backstage bij Club TV tijdens een wedstrijd van Club Brugge in de play-offs. Ervaar mee hoe televisie wordt gemaakt en kom oog in oog te staan met uw blauw-zwarte helden. SMS als de bliksem Club TV naar 6565. En wie weet kijk jij binnenkort door onze lens mee naar de spannende ontknoping in de titelstrijd.